Hallo, ik ben Acacia en vandaag gaan we kijken naar de Kedex schotelbraai. De Skottelbrei komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, waar de boeren in het open veld hun vlees breiden. Dit deden ze door vuur te stoken onder een oude ploegschaar. Door het vet in het vlees bakte het vlees niet aan en hierdoor hadden ze geen boter of olie nodig. In de doos vinden we de schotelbraai zelf, de Skotteltop, de draagtas en je krijgt er een handleiding bij. Als we de Skottelbrei van wat dichterbij bekijken, dan zien we hier de brander. Vervolgens kun je de skotel erg gemakkelijk op plaatsen. En hiermee kan je het gas regelen. De Kedex skotelbraai is het paradepaadje van Kedex, geschikt voor de camping, maar ook voor thuis. De skoteltop is een platte pan waar je verschillende gerechten in maakt, van roerbakken tot pastagerechten. Bovendien is deze barbecue erg licht en dus gemakkelijk mee te nemen op vakantie. De Kedex Skottelbraai wordt geleverd met een handige draagtas. Je krijgt bij deze Skottelbraai alleen de skottel, maar je kunt met de optionele pandrager ook andere pannen erop zetten. In tegenstelling tot de chefmodellen heeft hij geen verwisselbare kookoppervlakken. Hierdoor is het eigenlijk geen barbecue, maar meer een campinggas kooktoestel. Dankzij de lichtgewicht draagtas kun je hem gemakkelijk meenemen. Vind jij een ruim kookoppervlak met een diameter van al 50 centimeter erg handig en wil je graag een gasbarbecue, Dan is de Scottelbrei van Kedek voor jou zeker een goede keuze. Je kunt hem bestellen op barbecuecenter.nl of bij je. Bedankt voor het kijken en tot de volgende review.